Let's go! What up YouTube? Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en welkom bij de tweede aflevering van Switch Flits. Vandaag spelen we in dit kwartier weer drie nieuwe Nintendo Switch games, zodat jij kan kijken of je deze games wil kopen of niet. En ik geef jullie natuurlijk ook mijn mening of ik vind dat je deze game moet kopen. En vandaag beginnen we met Cuphead. En ik kan je nu alvast vertellen, deze game is fantastisch. Laten we beginnen. Dit is echt zo vet. Deze game is een hele grote tekenfilm. Dit is ongelooflijk. Die stijl in deze game is geweldig. De stijl van Cuphead is uniek. Dit ga je niet veel vaker zien in games. Het verhaal is dat Cuphead verblind was door de rijkdom die hij aan het verdienen was in een casino. En dan zegt de duivel, we doen nog één potje en als ik win, dan win ik je ziel. Nou, Cuphead verliest, maar de duivel die heeft nog één speciale deal voor hem. En dat is dat je voor hem de schulden gaat inlossen bij andere enemies en die moet je samen met Mugman dus gaan verslaan. Je kan deze game alleen spelen, maar je kan hem ook samen spelen en dat is echt super veel fun. Dat is echt heel tof. Jee, en hier komen we voor het eerst buiten. Dit is de map en op die map kan je dus allerlei vijanden gaan opzoeken. Of je kan met dit soort mannetjes praten. En volgens mij krijg ik van hem een aantal muntjes. Yes, je krijgt van hem een aantal muntjes. En met die muntjes kan je dus hier in de shop power-ups kopen. Power-ups of abilities bij deze man. En ik wil eigenlijk deze chaser straks even kopen. Maar daar heb ik nog één muntje voor nodig. Dus ik kom later even terug. Cuphead heeft dus levels waarin je bazen moet verslaan. Maar het heeft ook gewoon levels waarin je van links naar rechts door het level moet gaan rennen. En dit is zo'n level. Kijk dan hoe vet deze stijl is. Deze tekenfilmstijl is echt fantastisch. Het doet mij een beetje denken aan de Super Nintendo game van vroeger. Dat was een game van Mickey Mouse. Volgens mij heette die Epic Mickey. Dit zijn trouwens die muntjes waar ik het over heb. Bam. En je moet gewoon zorgen dat je niet geraakt wordt. Ja, dat klinkt misschien heel erg simpel. Maar zo simpel is het niet zoals je zag. Want ik werd dus bijna geraakt door die bloem. En er komen ook allemaal bloemen uit de lucht vallen. Maar jongens, deze stijl is geweldig. Het is echt zo tof. Op deze roze dingetjes kan je bouncen. Dat moet je ook doen om een perfecte score te krijgen. Want een level uitspelen, dat is al lastig in de game. Maar om de perfecte score te krijgen in Cuphead, dat is misschien nog wel een stukje moeilijker. Maar dat wil je toch wel proberen. Dus ik heb weer gebounced op zo'n ding. Zo, daar kwam ik echt goed weg. Alright. Yes, oké, nu heb ik 3 keer gebounced. Dat is genoeg om de perfecte score te halen in een level. Dit zijn dus die levels waarin je van links naar rechts in het level gaat. We moeten trouwens ook hier even dit muntje pakken. Je hebt dus van dit soort levels. En je hebt levels waarin je tegen bazen moet vechten. Nou, gelukkig is het niet gecombineerd. Je hebt ook allerlei abilities, zoals die dash die ik nu net deed. Dat is ook wel spannend, ook wel leuk om te vertellen. We moeten wel eventjes op blijven passen voor die freaking paddenstoelen, jongen. Die zijn echt heel irritant. Nog meer enemies. Ja, dit gaat wel lekker, jongens. Ik ga kijken of ik die perfecte score kan halen. Dat zou super leuk zijn. Dus even kijken of we deze kunnen verslaan. Ik denk dat dit wel goed gaat. Een soort van, ja, wat is het eigenlijk? Een acorn maker. Die moeten gewoon helemaal kapot schieten. Dat is gelukt. En volgens mij zijn we nu bijna aan het einde van het level. Kwamen we bijna nog even voor een verrassing te staan. Even die enemy daar beaten. Dan hier overheen. Nee, worden we toch nog geraakt. Zo tegen het einde van de pot. Oh nee. Hebben we toch niet die perfecte score. Dus ja, je ziet het. Een level uitspelen is één ding. Maar de perfecte score halen, dat is nog wel even een ander ding. Dat is wel toch wel iets wat uitdaging brengt aan Cuphead. Kijk, hier krijg je dus nu je scorekaart. Als je binnen de tijd bent, binnen een bepaalde tijd. En dat zijn we, dan wordt de tijd geel. We zijn helaas wel 1 keer geraakt. We hebben wel 3 keer geparried. Dus op die roze bolletjes gedubbeljumped. Ja, we hebben wel een E gekregen. Maar als we een E-plus wilden hebben, dan hadden we toch niet geraakt moeten worden. Hoppa, nu hebben we een bruggetje ontgrendeld naar het volgende stukje. Maar ik wil eventjes dat ene wapen in de shop gaan halen. Hallo meneer, kijk, nu kunnen we dus de chaser pakken. Hoppakee. En zo kan je ook nog andere wapens kopen. Even serieus jongens, kijk naar die stijl van deze game. Dit is geweldig. Deze is ook wel handig. Bij deze pak je geen damage als je dasht in de lucht. En die wil je eigenlijk ook wel hebben. Dus die koop ik ook gelijk. Nou, bedankt ouwe big. Gelukkig helpt hij ons nog. Hij zegt inderdaad dat je de items wel eventjes moet equippen. Dus dat gaan we zo doen. Hier shot B. Dan hebben we op B hebben we de chaser staan. En dan hebben we geen super, die hebben we nog niet. We hebben dus wel de charm, de smokebomb charm. Die hebben we net gekocht. Dat is met dat dashen. Dat je niet geraakt kan worden als je dasht. Oké, laten we een baas gaan proberen. Ruse of a noose. Oké, daar is die. Met L kan je dus nu je wapen switchen. Dat is op zich wel een handig wapen. Want kijk, dit wapen, dat achtervolgt gewoon de enemy. Dat is echt ideaal. Daardoor werd ik nu dus niet geraakt. Ja, die dash... Wat ik dus net heb gekocht, dat was mijn redding. Je zag dat ik verdween eventjes uit beeld.
Ik ga denk toch even voor het andere wapen, want ik heb het idee dat dit wapen, dat blauwe wapen, wel wat sterker is dan dat groene wapen. En hier heb ik niet per se dat wapen nodig dat mijn enemies achtervolgt. Oh, oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Oké, okay, hij gaat nu denk ik door naar fase 2. Ja, dit ziet er wel, dit ziet er wel sick uit. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. Volgens mij kan je ook een super gebruiken. Ik weet niet meer zo goed hoe dat ging. Ja, dat ging met A. Je zag het, dat was een soort van super aanval. Let's go! Ah, ik sta nog net goed. En bukken, lekker. Dash, wegwezen daar. Oh man, die bazen zijn zo chaotisch. Oké, okay, gaan we proberen te raken. Raak me niet. Lekker, goed bezig. Hier, doe je super. Nice. Kom op, Cuphead. Kom op. Bukken. Ja, oké, okay, we hebben hem naar de volgende fase. Lekker, we hebben hem naar de volgende fase. En nu is hij een, een grafsteen. Rip. Ja, grafstenen leven ook, jongens. Blijkbaar in Cuphead. Dat kan gewoon. Let's go, daar gaat hij weer. Kijk, nu heb ik weer dat andere wapen geselecteerd. Waarmee hij dus wel dat grafsteen achtervolgt. En dat gaat best wel lekker volgens mij. Ja, kijk, hoppakee, knockout. Ja, ik heb deze baas al een keer gedaan, dus ik wist een beetje wat er kwam. Dat scheelt wel. Het ding met Cuphead is ook wel dat oefening kunst baart. Echt, soms. Hoppakee, en nu hebben we dus een contract. Deze moeten we verzamelen. En uiteindelijk, als je al die bazen hebt verslaan, denk ik dat je de game hebt uitgespeeld. Want ik heb de game nog niet uitgespeeld. Want je zit soms gewoon lang vast bij bazen. Dan moet je eventjes gaan ontdekken wat al hun moves zijn. En dan moet je een goede weg zien te vinden door level. Ja, het is echt een hele moeilijke game. Maar het is ook gelijk een hele mooie game. Oké, jongens, dus dit is Cuphead. Cuphead is voor €20 verkrijgbaar in de e-shop. Hij is op dit moment alleen digitaal verkrijgbaar. Er komt nog wel een fysieke editie, maar daar zit de DLC dan ook bij die nu nog niet uit is. Ik denk dat de fysieke versie uiteindelijk €30 gaat worden, maar dat ben je dan ook kwijt voor de digitale versie plus DLC. En ja, voor €20, jongens, dit is een no-brainer. Dit is een fantastisch spel. Ik zou Cuphead serieus denk ik een 9 geven. Dus als je Cuphead nog niet hebt en je houdt van dit genre, dit is absoluut een aanrader. Dit is een van de tofste games die je kan krijgen voor de Nintendo Switch. Door naar de volgende game. En dat is Yoku's Island Express. En dit is ook al zo'n lekker unieke game. Want op het doosje staat het volgende. Gebruik een unieke samenhang van pinballmechanieken, platforming en open wereld exploration om de geheimen te ontgrendelen van Mokumana Island. Dus deze game is misschien qua stijl niet super uniek, maar wel qua gameplay mechanics. En oh, kijk eens, wij zijn een schattig insectje. Je m'appelle Insect Le Rouge. Bon voyage, ik ben op reis naar een mooi eiland. Het is hier best wel groen en eng, want er zijn blijkbaar ook monsters op deze eilanden. Ik weet niet zeker of ik wel daar naartoe wil, maar ik val in het water en daar is kapitein Visse. Maar kijk eens, oké, dit ziet er ook best wel leuk uit, man. Dit is ook best wel tof. Ook wel een heel leuk stijltje. Oké, cool. We zijn op Mokumama Beach. Hey, yo, meneer. Post Aerodactyl, zeg. Ben jij de nieuwe postmaster die hier mij komt aflossen? Gelukkig ben je hier, want er is iets gaande, iets groots gaande. En ik wil hier eigenlijk niet blijven. Wat? Deze man is 10 keer zo groot als ik en 100 keer zo bang. What up, man? Voordat ik wegga, heb ik nog één taak voor je. Mijn oude badge. Geef het aan Nim de vertaler in het dorp. Is goed, man. Hey, gast. Waarom gooi je ermee? Je kan het toch ook gewoon in mijn hand geven? Wat is er met jou? Moet ik nou echt boos worden op je? Nou, hij gaat er vandoor. Is goed, man. Muscle, pussy. Let's go. We gaan dit even naar Nim de vertaler brengen. Oh, man. Waar ben je helemaal dan? Helemaal daar? What? Is dat het doel in dit spel? Hebben we hem dan uitgespeeld? We moeten zo ver weg. Ah, on this island. There are all kind of tasty fruits. Let's go. Oh, kijk, dit zijn die pinball mechanics. Oh, dit is lachen. Ja, dit is best wel vet. Ik vind het leuk tot nu toe. Ja, maar Rick, je hebt letterlijk 10 seconden gespeeld. Ja, sorry, ik ben gewoon vaak snel enthousiast. Even kijken, wat is dit? Hier hebben we 30 fruitjes voor nodig om open te maken. Dan gaan we even deze fruitjes hier zo oppakken. En holy sh... What? Ik was van plan om na deze game een eng spel te gaan spelen in Switch Flits, maar deze game laat me net zo hard schrikken. Hij ziet er ook best wel eng uit, jongen. Hij zegt, waar denk je dat jij naartoe gaat, vriend? Dit is mijn beekje. Als je hier voorbij wil, dan moet je de tol betalen. Wat ik wil hebben, ligt op de cliffs hierboven. En dat zijn paddenstoelen. Jij wil paddenstoel? You want a champion? I can bring you champion if you really want champion. There's no problem. I can do that for you.
I will try to go there. In ieder geval, ik kan hier nu iets openen. Dat is dan... Ja, kijk, dan kan ik weer omhoog. Oké. Kan ik springen? Nee, volgens mij... Nee, ik kan... Oh, rustig. Rustig, fosfor. Doe maar rustig. Je hoeft niet gelijk zo boos te doen. Ik moet dus deze kant op. Oké, en dan gaan we zo. Ja. En oké. Oké. En dan... Ja, bam. En dan gaan we hier. Ja, lekker. En dan gaan we, denk ik... Oh, wacht. We moeten naar de andere kant. Nee, wacht. Ja, oké. En dan nu... Oh. Oh. Ik heb wel medelijden, man. Ik schiet dat arme beestje alle kanten op. Dat is best wel zielig, man. Arm beestje. Oh, lekker. Lekker veel fruitjes. Nom, 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 nom. Nice. Hier naar boven. Waar komen we nu uit? Schiet kapot. Lekker. Hoppa. Oké. Rust, we zijn boven. Wat is dit? Hier ligt een krop sla te slapen. Heb ik hier genoeg voor? Ja, kijk, nice. Ik kan gelijk naar boven. Toppie. Dan kan ik hier even dit geheimje pakken. En dat is een toeter. I have a toeter. It's a noisemaker. Moeten we op A drukken om geluid te maken. Oh, nice. Kijk, dan kan ik gelijk deze fruitjes pakken. Hey vriend, word eens wakker. Hij zegt, er zijn ook giftige paddenstoelen. Oké, nou, ik zal op gaan passen. We moeten in ieder geval naar het oosten toe. Dat dacht ik al, we moeten die kant op. Kunnen we hier ook? Ja, kijk, toeten. Hey, dit is wel een super handige toeten, jongen. Ik denk wel dat je op een gegeven moment helemaal lijp wordt van dat geluid. Oh, maar nu kunnen we dit kapot maken. Kijk, bam. Lekker. Kunnen we hier doorheen? Kan ik gelijk hier naartoe? Kunnen we gelijk naar het oosten? Ja, kijk, nice. Deze kan ook open. Bam, bam, bam. Boom, 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 boom. Oké, waar gaan we helemaal naartoe? Hier naartoe? Oké. Oh, we zijn bijna bij Le Champion. Oké, let's go. Hier doorheen. Ja, lekker. Oh, nu, nice. We zijn hier boven. Top. Oh, nice. We zijn niet bij de Champion. Ik dacht dat we bij Le Champion waren, maar we waren nog helemaal niet bij Le Champion. Nee, we moeten dit even een paar keer doen. Bam. Zijn we nu bij Le Champion? Ja! Champion! Wacht. Is dit de giftige champion? Oh, we moeten... Als we de giftige champion geven... Of moeten we gewoon de normale champion geven? Ik heb in ieder geval nu ook een giftige champion. Nou zie ik wel dat hier ook nog iets zit om open te maken. Zal ik dit proberen? Ik lever wel echt heel veel geld ervoor in. Dus beter gaan we nu naar iets goeds. Wat is dit? Ik heb een wickerling. En je krijgt geluk als je veel van deze wickerlings verzamelt. Nou, daar doe ik het voor. Vind ik helemaal top. Dan kunnen we nu naar beneden. En dan moeten we alleen even bepalen welke champignon ik ga geven aan deze guy. Ga ik hem vergiftigen? Of ga ik hem zijn zin geven en gewoon een lekkere champignon geven? Vriend, ik heb champignon. Ik ga gewoon zo ronddraaien met mijn thumbstick. En waar het op eindigt, die gaan we geven. Oh, we gaan hem vergiftigen. We gaan hem vergiftigen, jongens. Ah! Kunnen we er nu nog wel langs? Kan ik ook zwemmen? Ja, ik kan er nog langs. Jongens, ik ga even kijken voor jullie wat deze game kost. Oké, de laatste prijs is €25 voor deze game. Ik weet natuurlijk niet hoe lang je bezig bent met Yoku's Island Express. Maar ik zou zeggen, dat is hem best wel waard. Maar ja, het ziet er eigenlijk ook best wel mooi uit, vind ik. Heel anders dan Cuphead, maar dit is ook gewoon super mooi. En de mechanics van deze game zijn tof. Ik heb dit niet eerder gespeeld. Zo'n soort pinball open wereld platformer game. Ik vind het leuk. Door naar de laatste game in deze Switch Flits. En het is Among the Sleep. En ik weet dat ik veel jonge kijkers heb. En ik wil zeggen, als je last hebt van nachtmerries, dan is dit niet de game die jij moet spelen. Het begint hier met mama. Ja, ik laat mijn glas vallen. Oeps, ik laat mijn glas vallen. Maar op het doosje staat dus ook niet voor niks dat hij voor 12 jaar en ouder is. Dus ben je jong, heb je last van nachtmerries, ga deze maar niet spelen. Ik ga zoveel mogelijk de niet-enge stukjes laten zien. Ik ga niet spoilen. Ik heb deze game al uitgespeeld, dus ik weet hoe lang het duurt voordat je deze hebt uitgespeeld. Dat zal ik op het einde van de video even zeggen. Maar wij zijn dus een baby. Mama heeft een taart voor mij gebakken. En ik ben 2 jaar geworden. Choo-choo. Hey, dat schrijf je anders, hè? Dat schrijf je met een U. Choo-choo. Choo-choo. Nom, 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 nom. Oh. Daar wordt op de deur geklopt. Hard geklopt. Zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt. Wie zal dat zijn? Volgens mij is er iets niet helemaal goed met het taartje. Wat
Ik begin te trippen als een malle. Wat is er aan de hand? Nou, we hebben in ieder geval een cadeautje. En als we samen met mama naar onze slaapkamer lopen, komen we er straks achter wat er in de doos zit. Wat zit er in de doos? Ik wil het openmaken. Oh, mama gaat het van mij openmaken. Het is een beertje. Oh, de telefoon gaat. Nou, mama moet even telefoon opnemen. Leuke verjaardag zo. Eerst loop je weg. Je geeft me cake die niet te eten is. En nu ga je weer de telefoon opnemen. Nou, doei mam. Ik zorg wel dat ik hier zelf even uitkom. Jij denkt dat je dit goed beveiligd hebt, maar dat is helemaal niet zo. Want ik kan er gewoon zo uitkruipen. Want ik kan hierop en dan kan ik hier overheen. Hoppakee, zachte landing. Geef me mijn teddybeer. Geef me... Teddybeer is weg. Oh, kijk. Huh? Yeah, de teddybeer zit opeens hierin. En hij leeft. Hallo, ik ben Sjaak. Ik ben Sjaak de baby. Jawel, ik ben Sjaak. En op dit moment vraag je je af... What's up met deze beer? Hij wil in ieder geval deze olifant gaan verstoppen. En wij moeten onze ogen dicht doen. Nu moeten we hem gaan zoeken. Ligt hij hier, in de kast. Nee! Super warm. Hij ligt hier achter. Yay! Oh jee, hij wil ons iets laten zien, jongen. Dat kan nooit goed zijn. Een pratende, levende pop die mij iets wil laten zien. We moeten ons verstoppen. In de kast. Dan wordt het spannend. Als we ons moeten verstoppen in de kast. Ja, nee jongens, dat... Dit ziet er allemaal niet leuk uit, jongens. En dat is mama. Oké. Moeten we nu al naar bed? Dit was echt een super saaie verjaardag. Je bent de hele tijd weg geweest, mam. Nou, gaan we lekker slapen samen met Beer. Oké. En je weet het. Als het donker is in dit soort games, dan dat kan nooit goed zijn. Dat kan nooit goed zijn. En dit is waar het allemaal leuk begint te worden. Toch, Beer? Waarom beweegt die beer? Dit is dus wat ik bedoel. Dat het best wel een enge game is. Er gebeuren best wel rare dingen af en toe. En hoppakee. Dit is waar het spel gaat beginnen. Hoe dit zich allemaal gaat ontwikkelen ga ik natuurlijk niet spoilen. Want daar moeten jullie gewoon zelf achter komen als je deze game wil halen. Hij duurt niet zo lang. In 4 uur heb je hem wel uitgespeeld en hij kost 30 euro. Dus dat is best wel veel geld voor een game die maar 4 uur duurt. Ik moet wel zeggen dat ik het wel een hele vette game vond. Je komt in allerlei toffe omgevingen. Wacht, misschien kan ik er nog even één laten zien. Hoppa, nog een glijbaan. Ja. En dan hebben we hier een best wel verlaten creepy speeltuin. Hier, daar is nog een glijbaan en daar is nog een wipwap. En zo heb je nog 3, 4 of 5 van dit soort omgevingen. Dus ja, ik vond Among the Sleep wel tof. Ik vond de vibe goed. Ik ben me een aantal keer echt kapot geschrokken in deze game. Alleen was die gewoon een beetje kort. Als ik deze game een cijfer moest geven, dan zou die op de 7 zitten. Als die wat langer zou zijn, dan zou die ook misschien wel naar de 8 toe gaan. Want ik vond hem wel heel vet. Dus misschien kan je deze kopen, uitspelen en weer doorverkopen. Jongens en meiden, ik hoop dat jullie dit weer een toffe tweede aflevering vonden van Switch Flits. Ik had natuurlijk gezegd dat ik vandaag Team Sonic Racing zou spelen, maar die heb ik helaas nog niet binnen. Dus die komt hopelijk snel. Doe even een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo Switch video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/rickachu. Mazzel!